de zaal inlopen als je een presentatie geeft. Dus tijdens je presentatie van het podium af en dan gewoon de zaal in. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik ben daar niet echt een voorstander van. Sterker nog, de keer dat ik het gedaan heb, is misschien 1, 2, 3 keer. En er zijn ook heel veel collega's van mij, professionele sprekers, die raden het zelfs de sterkste af. En gek gezegd vind ik het daarom wel weer een goed idee om het een keer te doen. Daarmee wil ik trouwens ook wel een belangrijke tip voor als je deze cursus volgt. En het is een beetje misschien de hele disclaimer van deze cursus. Ik prop hem er gewoon tussen. Eigenlijk van alles wat ik heb gezegd in deze hele cursus is het tegendeel misschien ook waar. Ik geef alleen mijn oordeel op dat moment waarvan ik denk, zo zou het moeten zijn, of mijn ervaring, of het is fout gegaan, het zou dus beter of anders kunnen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Als jij een ander antwoord hebt, of een beter antwoord, of een betere manier, volg je hart en doe dat. Ik heb wel één voorbeeld waarbij ik echt onder de indruk was dat iemand vanuit het publiek de zaal inliep. En ik dacht, wauw, dit is goed. En dat was, moet ik even denken, ik zag een baas, een CEO van een groot bedrijf op het podium. En die kondigde aan dat er echt een enorm veranderingstraject aan zat te komen. Ze hadden wel wat dingetjes gehad, zoals elk bedrijf, maar dit was echt huge. En dat was echt een indrukwekkend verhaal. Nou, het punt is, hij was ook echt een goede spreker. Dus echt, je kon een speld horen vallen en het was echt een mooie speech. En hij wist ook precies waar hij mee bezig was. Dat gevoel had ik gewoon. En op een gegeven moment liep hij gewoon de zaal in. En hij maakte duidelijk namelijk dat hij iedereen nodig had om de plannen van de directie, beleid, omdat hij iedereen nodig had om dat te laten lukken. En toen stond hij nog even stil bij de belangrijke mensen. En toen dacht ik, wauw, dit is goed. Want dan blijf je niet op het podium staan. En ik vind dat we dat moeten gaan doen. En we moeten die kant op. Hij dacht, wauw, ik heb jullie nodig. En hij liep dus letterlijk van het podium af. Ging tussen zijn mensen staan. En je kreeg een soort groepsgevoel idee. En dat vond ik, moet ik zeggen, ja, dat vond ik. Dus toen dacht ik, wauw, dat is dus een hele goede reden. Dus met andere woorden, de tip in deze les. Als jij een hele goede reden hebt om van het podium af te gaan, dan moet je dat gewoon doen. Dan is er ook niet goed of fout. Dan heb jij daar een hele goede reden voor. Alleen, ik zou het een beetje gek vinden als je gewoon midden in een speech dat podium afloopt, dan half in het donker in zo'n gangpad gaat staan. 6 mensen kijken om, de helft niet. Dan wordt het een beetje lastig, volgens mij. Maar heb je een goede reden en denk jij van dit is het moment, ik moet het nu doen. Klaar. Ga van het podium af.